Ja, een lange lijst van bestuurders van grote techbedrijven waarschuwde de wereld vorige week. AI zou de mensheid wel eens kunnen doen uitsterven. We moeten die dreiging net zo serieus nemen als pandemieën of kernoorlogen. De oproep was ondertekend door allerlei belangrijke figuren, waaronder de bazen van grote AI-ontwikkelaars. En dan denk je natuurlijk meteen, waarom zouden die waarschuwen voor hun eigen product? Wat is dit voor wanhoopskreet? We zijn iets heel gevaarlijks aan het doen, hou ons tegen. En waarom zien we nooit zo'n oproep van wapenfabrikanten of oliebedrijven of de VVD? Misschien omdat het ook een hele slimme marketingstrategie zou kunnen zijn. Als je de wereld duidelijk maakt dat jouw product minstens zo gevaarlijk is als een kernraket of een wasbeerhond op de markt van Wuhan, dan zal de interesse alleen maar groter worden. Leer Silicon Valley de mensen kennen. Ze weten precies wat er voor nodig is om ons ergens op te laten klikken. Misschien een beetje cynisch om er zo naar te kijken, maar ze hebben het tegendeel ook nog niet echt bewezen. Want toen Europa plannen maakte om dat levensgevaarlijke AI dan maar aan regels te onderwerpen, begonnen diezelfde bazen ineens heel hard te stijgen. Dat was blijkbaar nou ook weer niet de bedoeling. En nou zouden ze best gelijk kunnen hebben natuurlijk. AI zou de mens kunnen doen uitsterven. Is het niet door gevaarlijke op hol geslagen zelfdenkende robots, dan is het wel door de absurde CO2-uitstoot die dit nieuwe speeltje nu alweer weet te genereren. Ik denk alleen dat we de mens zelf ook niet moeten onderschatten. Computers hebben kunstmatige intelligentie. Wij hebben aangeboren domheid. En dat is ook een machtig wapen. De voorbeelden zijn elke dag in het nieuws. Zo las ik over de massa-ontslagen bij Netcar in Born, waar vorig jaar nog een heel bos gekapt moest worden omdat de fabriek zou uitbreiden. Er kwam een hele grote Amerikaanse opdrachtgever aan. Dat bos moest weg, dan kon iedereen zijn baan houden. De werknemers van de fabriek en de activisten die in de bomen hingen werden handig tegen elkaar uitgespeeld. En nu hebben ze allebei verloren. Het bos is gekapt, personeel ontslagen en de ondernemersraad van Netcar heeft een rechtszaak aangespannen tegen moederbedrijf VDL om erachter te komen waar het geld van de Amerikanen eigenlijk is gebleven. 7 hectare boskappen voor een fabriek die je niet bouwt omdat je in het lulverhaal van een Amerikaanse techondernemer bent getrapt, dan heb je geen AI nodig om jezelf om zeep te helpen. Misschien kunnen ze nog een paar mensen aan het werk houden door het gekapte bos te omheinen en er entree voor te vragen. De kale vlakte is nu immers een prachtig voorbeeld van een 21ste eeuws sprookjesbos. De AI is niet het probleem, wil ik maar zeggen. Mensen zijn het probleem. AI is namelijk niet per se in staat om zelf iets te verzinnen. Het maakt dingen op basis van wat er al is. Alle tekst op internet afstruinen om een verhaal te maken dat daarop lijkt. Alle plaatjes van zonsondergangen bekijken om er zelf eentje te kunnen verzinnen. Meer van hetzelfde, dat is AI. Een uitvergroting van alles dat wij het internetbeest de afgelopen jaren hebben gevoerd. En dat maakt het natuurlijk zo gevaarlijk. Wij hebben de wereld de afgelopen jaren volgeplemd met leugens, nepnieuws, marketingtrucjes, manipulatie, uitbuiting, racisme, geweld en de familie Meiland. En dat krijgen we dankzij AI nu keihard in ons gezicht terug. Als we vandaag de computer een premier voor Nederland zouden laten genereren op basis van wat daar online over te vinden is, dan krijgen we een kunstmatig glimlachende man die de hele dag nikszeggende algemeenheden uitspuugt, die ter plekke worden verzonnen om een of ander leugentje te maskeren. Maar daar kunnen we de computer dan moeilijk de schuld van geven. Nee, als straks de mensheid ten onder gaat omdat de robots zo efficiënt mogelijk al het bos hebben gekapt en een shitload aan wapens hebben geproduceerd, een dam hebben opgeblazen, al het Gronings gas hebben opgepompt en ons daar intussen over hebben voorgelogen, dan is het onmogelijk om AI dat kwalijk te nemen. Het is wat wij hem hebben geleerd. Het goede nieuws is dus dat als we de komende jaren eerlijk, begripvol, zorgzaam, bescheiden en vol moreel besef zijn, de computer dat op een dag vanzelf gaat overnemen. En als dat niet lukt en AI de mens alsnog doet uitsterven, dan moeten we toch gewoon maar toegeven dat dat eigenlijk misschien best wel eens een ontzettend intelligente zet zou kunnen zijn. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.